Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe video. En het zonnetje schijnt er lekker bij vandaag, dus het is goed filmweer, dacht ik. Nou ja, helaas is er niet zoveel te filmen voor mij. Mijn mieren die slapen momenteel nog voor het grootste deel op een paar kolonies na. En de omstandigheden werken gewoon niet mee om echt een goede video op te nemen. Maar vandaag kan ik wel een hele leuke aankondiging doen. Sommigen van jullie die weten waarschijnlijk dat ik in een ver verleden, ik denk al meer dan een jaar terug, bijen gehad heb. Ik zit hier dan ook naast de kast. Nou ja, dat ging toen allemaal niet zo lekker doordat ik allerlei tegenslagen had. De nieuwe koninginnen werden niet geaccepteerd. Een raad die in de sneeuw viel. En nou ja, noem het allemaal maar op. Dat hebben sommigen van jullie ook allemaal kunnen volgen in de bijenvlogs die toen helaas dus ophielden. Vorig jaar kwam het er niet zoveel van omdat ik toen met mijn HAVO-examen bezig was. En toen had ik het allemaal vrij druk. Nou ja, ik kan hem voor de gein wel even openmaken. Want alles is er nog wel gewoon. De raampjes die hangen er nog voor een deel in. Hier zie je nog wat de oude raampjes. Ja, het ziet er niet zo leuk uit allemaal. Dat er geen bijen in zitten. Althans, nog niet. Ik heb namelijk iemand op Marktplaats gevonden die mij een bijenvolkje te koop aanbood. En ik vind het een hele goede prijs. Dus waarschijnlijk kan ik daar volgend jaar weer een nieuw bijenvolkje regelen. Nou ja, ik wilde in deze video dus even aankondigen dat de bijenvlogs er dit jaar weer aan zullen komen. Ik had ze vorig jaar al beloofd. Maar ja, toen kwam het er dus niet zoveel van. Maar dit jaar zal ik zeker weer beginnen aan nieuwe bijen. Ik denk dat dat zeker rond april zou zijn. Want dat is meestal de tijd dat bijenvolken verhandeld worden. Nou ja, ik hoop dat jullie dus net zo erg naar uitkijken als ik. Ik heb er in ieder geval weer heel erg veel zin in om volgend jaar weer mijn imkerkleding aan te trekken. Nou ja, dat was dus even een snelle aankondiging. Ook heb ik nog oude fragmenten van waarin ik honing heb geslingerd. Die heb ik nog niet laten zien aan jullie in andere bijenvlogs. Dus daar komen nu wat fragmenten van. Even om even lekker op te warmen. Dus ik zou zeggen, geniet van de fragmenten en tot de komende video. Oh, ze vliegen. Oh, wat werk. Oh, dat is niet goed. Holy shit. Oh, god. Hier gaat iets fout. Oh. Hier gaat iets fout. Wat doe je nou? Ze bleven eraan vastplakken. Wat doe je nou? Bert deed de kast open, maar de raten bleven eraan plakken. Dus toen we de kast open deden, gingen de raten meteen mee omhoog, waardoor de wintertros dus helemaal kapot is gegaan. Ik hoop niet dat de koningin er schade van heeft, want anders dan komen ze de winter niet door. Dit is ze allemaal hier, terwijl ze hier eigenlijk vrijwel niks meer om te zoeken hebben. Nou ja, anyways, samengevat, allemaal problemen en tegenslagen. Nou, ik ga hopen dat dit goed afloopt, alleen schat ik de kans niet bijst hoog in. Wat ik heel jammer vind. De dekseltjes op de honingcellen, kun je hier misschien ook zien, Henk, daar zitten dekseltjes op. Ja. Die ben ik er nu af aan halen met deze ontzegelvork. Ah, oh ja. En wat zijn die dekseltjes van, waar zijn die van gemaakt? Was? Dat zijn propjes bij je was. Hier is open honing. Dat is dus niet verzegeld. Nou, we zien jullie zo bij het honingslingeren, hè Miel? Als het goed is wel. Er komen nog grotere raten. Ja, dit zijn nog honingkamerraampjes. Dus deze. Het is veel meer verzegeld. Maar al die grote raten bij elkaar en die kleine raatjes, hoeveel potten konden die ook alweer maken, Miel? Alle honingraten bij elkaar denken we dat we 20 tot en met 25 potten kunnen maken, maar dit blijft natuurlijk altijd een schatting. Hoe werkt dat honingslingeren dan, Miel? Kan ik misschien al wel wat laten zien, dat kan ik jullie zo beter zien. Kijk, dat, hier zit honing in en dat wordt dan rondgedraaid. Ja. En door die centrifugale kracht komt het dan uiteindelijk hieruit. Ik zet die emmer er wel wat onder, mocht er wat uitkomen al. Veel sneller dan anderen. We kunnen helaas niet filmen hoe die raad helpen neergaan op heen en weer. Want als je uitschiet, kom je namelijk soms met je vingers er tegenaan. En dan zijn je vingers eraf. Hier kan het wel, want hier zit het niet bij. Ze zitten in een centrifuge en door die centrifugale kracht komt het hieronder. Het wordt hier nog vervolgens gezeefd om eventuele beetjes was eruit te halen. Of een safe, een fijne safe. Dit is al echt meer dan een dikke pot honing. Maar straks gaan we verder, want dan is het echt veel meer. Straks gaan we verder, want dan komen de grotere raten, opnieuw. Ja.
Hier zit al een kilo honing. Pap is eventjes de, dit aan het afschrapen. Ja, laat je doen, dat hij dat doet. Een kilo honing of zo. Moet je zien hoe het er zo meteen uitkomt. Hier zit al. Daar gaan we weer. We zijn nu met de broedkamer bezig, hè? Dus. Oké, nou schoonhouden. Wat de broedkamer hoort te zijn in elk geval, maar ze hebben het als honingkamer gebruikt. Wow. Nou jongens, jullie zien het, heel veel honing en we gaan straks het eindresultaat laten zien. Ik weet niet eens zeker of het vandaag trouwens afkomt, deze honing, want het is, we zijn vrij laat begonnen. Aan de zijkant kijken, dan zie je al de bodem zitten hier. Oh ja. Nou, we zien jullie zo. Oké. En welkom terug, het is inmiddels 3 uur later. We hebben inmiddels heel veel honing geoogst. Ik ben er trots op. We gaan nu het resultaat bekijken. Hier is al het afval. Al het verzegelmateriaal. En hier, nu komt het. Tada! Het is nog flink door het lopen hier. Kijk maar eens hier. Je ziet grote hoeveelheid honing. Ik ben er trots op. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden.